En, wat mag het zijn voor meneer? Doet u maar zoals de vorige keer. Maar, kalf, hoe is dat nu toch mogelijk? Je hebt toch zelf gezegd, gelijk de vorige keer. U neemt twee keer hetzelfde boek, mevrouw. Ja, dat is voor het geval ik hem nog een tweede maal wil lezen. De mensen vragen mij wel eens wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen een eetbare paddenstoel en een die niet te eten is. Wel, het is nogthans heel eenvoudig. Kijk, als ze er zo bij staan, dan zou ik er afblijven. Maar als ze er zoals deze hier bij staan, dan zou ik mij toch niet inhouden.